bij elke opdracht waar ze iets moest doen, dacht ze, oh dat was echt, nee, oh toen moesten ze fietsen, oh nee, toen moesten ze dingen gaan tillen. Ons vlogdebuut. Ja, wat een beetje wennen is, ja. Of tenminste gezegd. Goed, Bo die was moe, dus die hebben we afgevoerd en die ligt knock-out. Ja, daar ligt hij hoor. Ze hadden eigenlijk een heel leuk plan dat hij elke week zou voorspellen wie de afvallen of wie de mol zou zijn, zoals die octopus met het WK voetbal. Maar meneer die haakte af voordat hij de eerste keer iets moet doen, dus dat is top. Wie is de mol? Aflevering 1. 2019. Leuke kandidaten dit jaar. Ook een aantal mensen die ik ook echt niet ken. Dus, Nee, dat blijft altijd bij Wie is de Mol ook een beetje dat iedereen van tevoren zegt, ja, maar ik ken ze allemaal niet en ik ken echt maar 2 of 3. En dat is juist denk ik de kracht van Wie is de Mol. Dat je een hele hoop mensen leert kennen aan het eind van de week of eind van de week kun. Ja. Is in één keer iedereen een household name geworden. Dus dat vind ik. Zeker. Ik vind het ook leuk dat er online mensen bij zitten, zoals Nicky. Daar kan je gewoon niet omheen. Daarmee beginnen we. Hilarisch. Fantastisch. Ze is fan sinds jaar en dag. Dus dan weet je ook dat er best wel actieve opdrachten zijn. En bij elke opdracht waar ze iets moest doen, dacht ze, oh, dat was echt, nee, oh, toen moest ze fietsen. Oh nee, toen moest ze dingen gaan tillen. Dus ik vind haar heel leuk. Ik ben benieuwd of ze ooit gaat zeggen. Ja, ik ben benieuwd wat voor opdrachten zij en ik denk, yes, dit is het helemaal. Ja, ik zag het voorstukje volgende week. Lezeropdracht moet ze in allerlei houdingen gaan staan. Dus ik denk dat Nicky in haar element zal zijn. Maar, verdacht? Nee, ik denk niet dat Nicky de mol is. Ik vooralsnog ook niet. En anders zou het een ijzersterk begin zijn. Dan is ze komt ze zo authentiek over en gewoon lekker de eigen ding aan het doen. Van de minst actieve naar de actiefste deelnemer. Jamie. Zo. Ook een beetje Jan Versteeg-achtig. Ja. Heel erg zo handje de voorste. Dat is ook altijd, de mol weet ook wel dat je in het begin geld kan verdienen omdat er toch een opdracht komt dat weer 80% van het geld uit heel slecht ligt. Snap je? Dus dan kan je sowieso actief zijn. Ja. Maar met name heel erg fanatiek. Ja. En nam de leiding overal. Dus verdacht? Of niet verdacht? Nou, eigenlijk op dit moment kan ik er nog weinig zinnigs over zeggen. Nee, maar hij viel wel op. Hij heeft iets voorgenomen om... Maar het zou ook kunnen omdat hij dacht, mensen gaan me verdenken als ik net zoals Jan Versteeg doe, want die was de mol. En dat zijn inzet is. Ja. Dat kan heel goed. En voor de rest wordt hij nu de hunk genoemd. En heeft hij snel een bondje gesloten met Merel. Een bondje kan je altijd weer vanaf. En het is altijd beter om wat informatie over iemand anders te krijgen. Dus dat lijkt wel even hartstikke. Dus jij zegt rondjes in de vroegstadium is hartstikke goed. Ja. Ik vind gewoon Niels een hele goede mol. Want? Omdat hij ogenschijnlijk lief overkomt, maar volgens mij wel wat mollenstreken kan uithalen. Hij is wat filijner dan dat hij overkomt. En we hebben hem niet echt gezien. Nee, dat klopt. Wat me ook een beetje doet denken dat een goede mol zou kunnen zijn. Ik heb iets, een gevoel bij Niels. Oké. Jij niet. Heb je een gevoel bij iemand dat je denkt... Nee, want dat is het enige. Bij Wie is de Mol, wat je verwacht is het toch uiteindelijk nooit. Vorig jaar uiteindelijk bij de finale dacht ik Jan. En dat was de enige reden, dacht die kan het namelijk echt niet zijn, dus die zal het dan wel zijn. Gaan we Evie. Evie kwam heel duidelijk voor, een beetje als de OJ, weet je, zo lekker de eigen ding doen. En die ging lekker vandoor op de fiets en bij die fietsopdracht. Ik denk niet dat zij het is. Wie ik al helemaal niet gezien heb in deze aflevering, Sinan. Nee. Dus hij is mijn mol bij deze, want ik heb hem niet gezien. Nee, maar ik bedoel, daar kan ik ook helemaal niks op zeggen. Robert... Kan ik me niet voorstellen dat die mol is. Ja, dat zou zo leuk zijn. Dat zou geweldig zijn, maar die is zo lief, vriendelijk. Kom ik dan zo rennen over het pleintje op zoek naar zijn dansdame? Dat was echt heel schattig. Zou jij, denk je, gelijk geweten hebben met wie je gedanst had? Nee, totaal niet. Totaal. Ik zou met alles bezig zijn geweest, alles en iedereen, behalve degene met wie ik aan het dansen was. Ja. Ja, want wat ik nu ook weer niet zo heel erg naar voren vond komen in deze aflevering, of dat komt eigenlijk nooit echt, hoeveel je moet schrijven en dingen die je moet onthouden. Dat vond ik eigenlijk denk ik het lastigste aan Wie is de Mol, hoeveel je wel niet moet schrijven. Maar was jij fanatiek met schrijven? Want ik heb natuurlijk ook beelden gezien dat jij iedereen zat te schrijven in zijn boekje en jij echt zo. Nee, maar dat bedoel ik, omdat schrijven zo irritant was, dat ik uiteindelijk, omdat het is echt irritant, hoeveel je moet, wat had degene op de groepsfoto links van de mol, had die spijkerbroek aan, ja of nee, dat soort dingen. Dat zijn de vragen. Dus dan moet je daar ook allemaal opschrijven. Ja, had degene zijn zonnebril op zijn, had de mol de zonnebril op zijn hoofd of lag de zonnebril op de tafel, weet je wel, dat soort vragen dat je denkt, hè? Dus je moet zoveel opschrijven, zoveel onthouden, dat is, en dat komt eigenlijk nooit echt naar voren, want je ziet die vragen van de test niet echt veel. Ik was daar wel goed in. Mijn mollen, zeg maar, tijdens het schrijven raakte ik al in de war en ik zag meteen bij Daken dat die dat ook niet echt had. Maar volgens mij was ook het mollen nog niet echt nodig.
Want bij de kisten wil je zoveel mogelijk kisten naar boven hebben, wil je niet mollen. Ja, met dat dansen. Ging ook om een klein bedrag en dan is iedereen de hele tijd bij elkaar, dus dan als je dan gaat mollen is ook wel risico, denk ik. Alhoewel Rick Paul toen enorm aan het roepen was in de groep van oh, ik kijk echt naar van alles behalve de dansers en ik kijk echt naar de petten. En die was heel erg van oh, let even eromheen. En ja, als mol is dat wel een goeie, want even lekker zand in de ogen gooien van de kandidaat. Wat vond je ervan dat er niemand was afgevallen? Vond ik herkenbaar. Aangezien ik ook niet in aflevering 1 was afgevallen en daar was ik heel blij mee, omdat ik voel gewoon mee met degene die als eerste moet afvallen. Ik wil ook echt zo'n clubje oprichten. Wie is de mol eerste afvallers? Eigenlijk is de conclusie van aflevering 1. Er is een hele hoop gebeurd, maar er is eigenlijk niks gebeurd. Nee. Maar ja, we maken kennis met wie is de mol. Dat is ook alweer. Als je ons gebruikt voor informatie voor op wie je punten moet zetten in de app en zo, dan heb je hier niet zoveel van gehad. Misschien met uit de desinformatie dat iemand toch nog wijs uit kan worden. Precies. Daar gaan we voor. Tot volgende week en succes. Heel plezier. Doei. Doei.